Hallo, ik ben Nienke van Roekel, zit in het Rabo talententeam, ben eventinruiter en kruip vandaag in huis van... Rieke Jong en ik doe mee aan de discipline reining in de Wereld Ruiten Spelen dit jaar in Normandië. Wat is de oorsprong van reining? De oorsprong ligt natuurlijk in Amerika bij de cowboys en vroeger werd die sport veel op ranches gedaan. En ja, reining is de bedoeling natuurlijk dat je met een losse teugel alle manoeuvres zo goed mogelijk doorrijdt. Dus het paard moet zich gewillig laten geleiden. Wow, ik vind het echt knap. En dan krijg je pluspunten en zo voor snelheid en smoothness en finesse. Je zou toch helemaal horendol worden? Natuurlijk is een slidingstop fantastisch om te doen en een spin, maar buiten dat, voor mij geeft het de kick dat ik dat paard aan de losse teugel zo goed mogelijk, dat hij zo goed luistert dat ik hem alles kan laten doen. Eén wijsvinger ertussen, die niet, die wel. Zo was dat. Ja. Dus hoe losser je zit en hoe losser je laat, hoe lager die wordt. Ik heb het gevoel dat ik zo hobbel. Nee, dat komt dat je meer op je reet zit in plaats van op je bovenbeen. Wat je eigenlijk niet zozeer meteen bedenkt als je reining ziet. Dat je echt wel een goede balans moet hebben. Want door die versnelling en stoppen en draaien. Dat je daar, als je Rieke ziet draaien, die zit zo doodstil. En ik had het gevoel dat ik echt alle kanten op ging. Erin. En als die erin zit, dan geef je rechterbeen op een tikje en los. Tik. Los. Daar. Daar. En nou hoog. Oh. Wow, wat is er van? Allerlei rassen wordt reining mee gedaan, maar degene die toch wel het meest eruit springen zijn de Corridors en de Paints. En ja, het is natuurlijk een paard met zwaardere bespiering, krachtspieren en het is het snelste paard op de kwart mijl. Dus hij kan ook heel snel accelereren, stoppen, omdraaien en weer accelereren. Gas, gas. Hello. Maar nou ging die, hij ging accelereren en jij denkt, oh. Oh, ja. Dus eerst mee en dan hoog. Rem, been naar voren. Ja, gas, nou hoog. Daar, en hoog. Nou, het viel mij tegen eigenlijk. Je handen naar voren, je benen naar voren. Dat voelt even heel onwennig. Maar je merkt wel, als je dat inderdaad durft te doen, dat hij dan inderdaad meteen stil gaat staan. Ik wil je ontzettend veel succes wensen. Dank je wel. Op de weg. Dank je wel. Ik vond het wel echt heel erg leuk om een keer dit gedaan te hebben. Kom alles te weten over de Wereldruiterspelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.